Met sierlijst op de wand geef je meteen een klassieke draai aan je interieur. Maar hoe kun je deze het best monteren? Voordat je begint is het belangrijk om de wand goed af te stoffen. De muur moet stofvrij zijn om een goede hechting van de sierlijsten te verzekeren. Allereerst bepaal je met een meetlint het middelpunt van de wand. Dit is belangrijk om te zorgen dat het eindresultaat symmetrisch is. Als de wand breed genoeg is, is het mooi om vakken van verschillende formaten te gebruiken. Bijvoorbeeld twee smalle vakken aan de zijkanten en een breder vak in het midden. Nu zet je met een spatlijn op de gewenste hoogtes een horizontale lijn op de wand. Deze lijn kun je nu als basis gebruiken voor de wandverdeling. Teken met potlood het ontwerp op de wand. Nu zet je met de spatlijn ook de verticale lijnen op de wand. Zo weet je zeker waar je de lijsten moet gaan plaatsen. Om een rechthoek op de wand te maken, zal je de sierlijsten in verstek moeten zagen. Leg de lijst recht in de verstekbak en zaag de lijst onder een hoek van 45 graden rustig door. Tip: houd de lijst van tevoren tegen de wand op de plek waar die moet komen en teken alvast een grove lijn waarover die gezaagd moet worden. Zo voorkom je dat je de lijst verkeerd zaagt. Na alle voorbereidingen is het tijd om de lijsten te monteren. Breng met de kitspuit de montagekit aan op de achterkant van de lijst. Deze high-tech kit is erg sterk, dus het is niet nodig om heel veel kit te gebruiken. Op deze manier heb je een prachtige wandverdeling gemaakt. Nu is het tijd om het resultaat netjes af te werken. De naden tussen de verschillende sierlijsten moeten worden opgevuld met Uniflot. Gebruik niet te veel en smeer het op elk naadje. Ga er daarna nog even met een natte kwast overheen om het netjes glad te krijgen. Laat de Uniflot een nachtje drogen en ga dan rustig met een schuurpapiertje langs de naden. Zo zijn de lijsten weer helemaal glad en egaal. Ten slotte kun je de aansluitingen tussen de sierlijsten en de wand afkitten met acrylaatkit. Nu is het geheel schilderklaar. En zo ziet het eindresultaat er dan uit. Voor vragen over deze video of advies over de montage kun je altijd terecht bij het schippertje. Succes!